Boekhouden volgens de Profit First methode. Hoe werkt het nou eigenlijk precies? En wat zijn de voordelen van deze methode en waarom gebruik ik hem zelf niet? Ik ga je er alles over vertellen in deze nieuwe video. Ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Doe dat dan vooral even, want dan krijg je iedere week een nieuwe video over finance. Het boek Profit First is van auteur Mike Mikalowicz. En het is een Amerikaan en de ondertitel zegt: een simpel systeem om je bedrijf te transformeren van een cash-eating monster in een money-making machine. Nou, dat willen we allemaal wel, toch? Want heb jij als ondernemer ook het idee dat je heel hard aan het werken bent voor je geld en dat er vervolgens bijna niks binnenkomt van waar blijft mijn geld? Ik werk heel erg hard, maar wat zie ik ervan terug? Dat is precies het systeem wat Profit First jou wil aanleren, zonder dat het heel lastig gaat worden, zonder hele lastige boekhoudprincipes, maar wel voor te zorgen dat jij je geld binnenkrijgt. Dus Profit First, dus voor jou jezelf eerst betalen. Dat is het hele grote idee erachter. Toen ik dit als eerste een keer aankondigde, dit boek, dat ik het ging lezen op social media, kreeg ik ontzettend veel reacties van heel veel ondernemers die zelf deze methode ook gebruiken, die heel erg enthousiast zijn over deze methode. En mensen waren natuurlijk heel erg benieuwd naar wat ik ervan vond. Daar heb ik eerder ook een review over geschreven, die zal ik hieronder ook even linken. Over het algemeen, ik heb een aantal hele grote voordelen van deze methode, maar ook een aantal echt nadelen van deze methode en ik gebruik hem zelf niet. En daar kom ik later even op terug waarom ik hem voor mezelf niet gebruik, wat het voor mij dus niet interessant maakt. Maar ik wil eerst even kort toelichten wat deze methode nou precies inhoudt en wat de grote voordelen van zijn, want er zitten wel degelijk voordelen aan deze methode. Het idee van Profit First is dat het is ontwikkeld echt voor ondernemers, dus niet voor boekhouders. Mike is ervan overtuigd dat de terminologieën en de rekenmethodes die boekhouders veel gebruiken gewoon niet echt passen bij wat een ondernemer wil en hoe een ondernemer denkt. En dat herken ik wel heel erg vanuit mijn tijd als accountant, dat je als ondernemer vaak op een heel ander level het er met elkaar over hebt. Een ondernemer is veel meer cash driven, dus wat is het geld wat binnenkomt, wat kan ik daarmee? En een boekhouder kijkt toch op een hele andere manier naar omzet en naar winst. Het idee, het principe van Profit First is dat je 5 verschillende rekeningen hebt. Die 5 verschillende rekeningen zijn de 5 basisrekeningen. Dat wil dus zeggen dat al het geld dat binnenkomt op een van deze rekeningen wordt gestort. Dat is de ontvangsten, de winst, salariseigenaren, belastingen en kosten. Het hele idee is dat je 2 keer per maand gaat zitten om een allocatie te maken naar deze 5 verschillende rekeningen. Vervolgens ga je die percentages van die allocaties ga je beoordelen, nog een keer reviewen, eventueel aanpassen. Je hebt een bepaald droompercentage allocaties waar je naartoe wil. Daar werk je langzaam naartoe. Je begint gewoon met je startpunt en vervolgens ga je alles allokeren naar die 5 rekeningen. Waarbij je je eigen salaris als eerste moet uitkeren. Dus vandaar ook Profit First. Je keert eerst jezelf uit. Het geld wat je vervolgens over hebt gaat naar de belastingen. En als laatste pas echt de kosten. Dus dat is wel echt een heel groot verschil met de ouderwetse boekhoudmanier van het opnemen van je winst. Waarbij ze echt uitgaan van eerst je omzet minus je kosten en wat overblijft is je winst. Mike zegt het precies andersom. Die zegt eerst haal je je eigen salaris eruit, je eigen winst eruit. En pas dan ga je kijken wat over is en dat heb je over om te besteden aan je kosten. Dan wat ik super goed vind aan deze methode, aan de Profit First methode, is dat je 2 keer per maand echt gaat zitten voor je geldzaken. Je wordt door deze methode 2 keer gedwongen om echt goed te gaan kijken naar wat er nu specifiek inkomt. Hoe ziet die allocatie van je percentages eruit? Ga ik richting mijn droompercentages? Wat moet ik er nog aan doen? Moet ik bepaalde kosten schrappen? Heb ik mezelf wel echt het geld uitgekeerd? Dat vind ik echt goed dat je als ondernemer je er bewust van bent. Dat je met je geld bezig moet zijn. En dat je 2 vaste momenten hebt waarin je dat gaat doen. Dus dat is echt top. Wat ik ook echt super vind is dat Mike zegt dat je als ondernemer eerst jezelf moet betalen. Ik hoor ontzettend veel ondernemers die in de eerste tijd van hun onderneming, en dat kan best wel lang duren, zichzelf niet uitbetalen en alles in hun onderneming laten zitten. En dan krijg je dus een principe dat je heel hard werkt voor je geld en er vervolgens helemaal niet de voordelen van ziet. Dus dat je helemaal geen geld voor jezelf hebt. Dat je het idee hebt dat je heel veel uren maakt, maar eigenlijk nog niks kunt doen en nauwelijks je huur kunt betalen. Dus dat is wel echt heel erg belangrijk en dat vind ik echt een heel goed punt van Profit First en die methode. Een ander voordeel is dat je een bonus krijgt uitgekeerd van Mike. Hij zegt ook dat je 1 keer in zoveel tijd jezelf een bonus moet geven. En dat je met die bonus ook echt iets leuks moet gaan doen. Dus op vakantie bijvoorbeeld. En dat is iets wat ik denk dat heel veel ondernemers zichzelf niet zo snel zullen gunnen.
Maar door deze methode ze eigenlijk een soort van gedwongen worden om het wel te doen. En gedwongen worden om geld op te nemen. En daar is echt iets voor zichzelf mee te doen. En dat is ook een manier om het ondernemen leuker te houden en het langer vol te houden. Wat natuurlijk wel heel erg bijdraagt aan je bedrijf en het succes van je bedrijf. Wat ik vervolgens ook heel erg positief vind. Ik blijf maar doorgaan met de positieve punten. Er komen daar eigenlijk nog negatieve punten. Maar is dat het heel erg eenvoudig is uitgelegd. En het eenvoudige uitleggen zit er met name in het feit dat het heel erg gericht is op cashflow. Dus hoe gaat jouw liquiditeit eruit zien en wat komt er binnen op je bankrekening en wat gaat er uit op je bankrekening? Dat is een hele andere manier van werken ten opzichte van wat boekhouders en accountants doen. Die heel erg kijken naar omzet en kosten. En omzet en kosten staat niet gelijk aan geld en inkomsten en uitgaven. Dus dat is wel echt heel erg belangrijk om dat verschil, om daar rekening mee te houden. Maar voor ondernemers is die cashflow methode, zeker voor ZZP'ers, eenmanszaken, kleine ondernemers, is die cashflow methode heel erg eenvoudig in gebruik. Want je kijkt gewoon naar je bankrekening. Wat komt erin? Wat verwacht ik nog? Wat zijn mijn kosten? Wat moet ik betalen? En op die manier naar je onderneming kijken maakt het gewoon een stukje makkelijker. Een laatste positief punt wat ik nog heel graag wil aanstippen is dat Mike ook heel duidelijk zegt, groei is niet altijd beter. Ik zie heel veel ondernemers die verkondigen dat ze heel erg zijn gegroeid. Dat ze zoveel honderdduizenden euro's aan omzet behaald hebben. Maar dan denk ik altijd, ja, maar wat zijn je kosten dan die daar tegenover staan? Hoe groot is je marge gegroeid? Want daar is hetgene waar het om gaat. Wat blijft er over onderaan de streep? Wat, als je je kosten eraf haalt, hoeveel winst blijft er dan over? En dat is iets wat Mike ook heel erg goed zegt, is groei is niet altijd beter. Je kunt wel heel hard groeien, maar als je kosten harder groeien of net zo hard groeien, dan hou je er niet zo heel veel meer aan over en heeft het niet zo heel veel zin. En om op deze manier naar je bedrijf te blijven kijken, zorgt wel echt voor een strakke, lean onderneming die zo min mogelijk kosten heeft en die wel kan groeien, misschien op een iets langzamer tempo, maar de groei die je hebt, daar hou je veel meer geld aan over. En dat is iets waar ik het echt alleen maar mee eens kan zijn. Wat ik ook een hele goede vind om echt even goed aan te stippen. Dus groei is niet altijd alleen maar beter. Oké, nog wel een aantal nadelen van dit boek. Dingen waar ik van denk, dat vind ik jammer. Het is allereerst ontzettend Amerikaans geschreven. Nou, dat heb je natuurlijk wel vaker op het moment dat je te maken hebt met een Amerikaans boek. En hier is dit is echt geen uitzondering. Want als je Mike's boek niet volgt, dan ga je sowieso failliet. En dan is ondernemen niet meer leuk. En dan werk je 100 uur per week. En dan hou je daar 10 euro aan over. Dat is een beetje wat hij zegt. Dan moet je heel erg met een korreltje zout nemen. Zoals eigenlijk ieder Amerikaans boek dat is. Dus hou daar even rekening mee dat die manier van schrijven er gewoon in zit. Als je het doet, als je deze methode gaat volgen, doe het dan goed. Mike geeft een begin aan van, nou, je hebt 5 rekeningen nodig. Die 5 rekeningen die ik eerder noemde. De ontvangsten, de winst, salaris van de eigenaren, de belastingen en de kosten. En daar moet je ook echt aparte bankrekeningen voor openen. Inmiddels kan dat bij een aantal banken in Nederland wel, nog niet bij iedere bank. Dus op het moment dat je dat gaat doen, hou dan rekening met extra kosten. Wat Mike ook heel goed aangeeft is dat als je dit doet, dat je het dan ook echt goed moet doen. Dus ga het dan niet in Excel lopen pielen en zelf bijhouden. Want daarmee ondermijn je het hele systeem. Wat ik altijd een beetje een gevaar vind van dit soort methodes, is dat mensen dingen gaan doen omdat Mike het zegt. Omdat het in het boek staat. Ik zie best wel veel op Facebook groepen voorbij komen. Ja, dat moet zo volgens de Profit First methode en dat is allemaal prima. Maar denk zelf ook na over waarom je bepaalde dingen zou doen. Kloppen die percentages nog? Klopt deze methode nog bij mijn huidige manier van werken, bij mijn bedrijf? Blijf altijd zelf nadenken en ga niet echt met oogkleppen op de Profit First methode van dit is de manier die altijd voor mij blijft werken. Blijf altijd zelf nadenken en zeg nooit ik doe dit omdat Mike het zegt, omdat het volgens de Profit First methode moet. Dus dat is wel iets om echt altijd rekening mee te blijven houden. Nou, ik gebruik hem dus zelf niet, ondanks alle verschillende voordelen. Dat heeft te maken met een aantal dingen. Ten eerste vind ik dat als je iets doet, dan moet je het goed doen. En inderdaad, zoals Mike aangeeft, dan moet je echt die bankrekeningen maken. Dat, bij mijn huidige bank kan dat niet. Dus dan moet je overstappen naar een andere bank. Vind ik best wel veel gedoe voor iets. Want ik stuur zelf al heel sterk op cashflow. Ik heb meerdere blogs geschreven over hoe je een cashflow maakt. Zal ik je onder ook even linken. Dus ik hou het zelf al heel erg op cashflow bij. Dus ik kijk al heel sterk van, nou, dit zijn mijn inkomsten, mijn uitgaven. Dit verwacht ik de komende tijd. Hier kom ik op uit. Dus ik weet voor nu en over 2 jaar precies waar ik sta. Dus dat is eigenlijk wel heel relaxed. Voor mij werkt dat heel erg goed.
Wat ik wel heb gedaan is even goed gekeken naar mijn allocaties. Die Mike ook aangeeft. Hij heeft zeg maar een soort van droomallocaties weer. Waarop je je ontvangsten moet verdelen in je verschillende potjes. In je verschillende rekeningen. En op dat moment zat ik gewoon echt helemaal perfect. Dus ik had die droomallocaties al helemaal bereikt. Dus wat dat betreft heb ik ook zoiets van. Nou, dat voor mij voegt deze manier van werken niks toe. Voor mij zou het extra werk zijn om nieuwe rekeningen te openen. Om die manier mijn zaken in te stellen. Terwijl ik het op deze manier voor mezelf al op orde heb. Maar dat komt natuurlijk ook wel een klein beetje omdat ik heel sterk al op cashflow stuurde. En hier al heel lang mee bezig ben. Dus het is niet zo van. Voor mij is het ook echt een soort van hobby om bezig te zijn met mijn administratie. Dat zal niet iedereen herkennen. Maar voor mij, ik vind het dus wel echt heel erg leuk om te doen. En daarmee zorg ik er ook voor dat het voor mij gewoon niet zo heel erg veel toevoegt om deze methode te volgen. Maar desondanks denk ik dat het voor heel veel ondernemers die op een leuke manier bezig willen zijn met hun boekhouding en met hun administratie. Zonder dat het heel erg ingewikkeld wordt. Deze manier zeker wel iets kan toevoegen aan hun manier van kijken naar hun bedrijf. Dus kijk ook vooral even naar de tips die erin staan. Dat maakt alleen maar leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze methode vindt. Gebruik jij hem? Heb je het boek gelezen? Wat vind je ervan? Wat vind jij van de methode? Laat het me vooral heel even weten. Ik ben heel erg benieuwd. Ben je nog niet geabonneerd op het YouTube kanaal van Happy Financial? Doe dat dan vooral even, want dan krijg je iedere week een nieuwe video van Finance.